turn right. Turn left. Ready to turn left. Turn left. Turn right. Finding new route. Rerouting. Turn right.
ready to turn left. Turn left. Uur na het sluiten van de deal. Maar ja, ook aan alle andere afspraken waaraan Rusland niet zich houdt. En aan die oorlog die nu natuurlijk op volle sterkte nog steeds woedt in het oosten. Dus ja, misschien is er wel sprake van enige opluchting. Maar het is zeker hier ook zo dat mensen met angst en beven kijken of dit allemaal wel stand gaat houden. Ja, en je bent 3 maanden nu niet in Oekraïne geweest. Je bent net weer terug in het land. Wat valt jou op? Klopt, ja. Gisteren zijn wij via Polen de grens met Lviv helemaal in het westen binnengekomen en vandaag doorgereden naar Kiev. En dan is 3 maanden toch wel lang. Het viel me op dat de oorlog eigenlijk veel minder zichtbaar is in het straatbeeld. Dat zie je bijvoorbeeld direct aan het aantal controleposten onderweg. Ik kan me herinneren, vorige keer toen we van Lviv naar Kiev reden, waren dat er wel 30. Nu heb ik er misschien 4 of 5 gezien. Dus dat is ook echt aanzienlijk minder. Ja, minder checkpoints. Maar je ziet het ook wel in de steden zelf. De vorige keer waren nog overal grote posters te zien waarop dan de heldendaden van het Oekraïense leger gevierd werden. Iedereen zei toen tegen elkaar, kan je nog herinneren, die kreeg natuurlijk Slava Oekraïni, Geroyim Slava. Dat is eigenlijk allemaal, lijkt minder. Gisteravond was ik even in Lviv, ook vlak voor de avondklok inging, want die is er natuurlijk nog steeds wel, op het terras. En daar zag je heel veel mensen, ja, op het eerste gezicht lijkt dat dan gezellig kletsen en bier drinken. Tegelijkertijd, als je dan met mensen praat, hoor je natuurlijk van iedereen dat die oorlog overal is. Allemaal kennen ze mensen die aan het front vechten of kennen ze mensen die gesneuveld zijn. Dus het lijkt misschien uit het straatbeeld op het eerste gezicht wat meer verdwenen. Mm-hmm. Maar die oorlog die is natuurlijk nog overal. Goed, dankjewel. Kiesja Hekster. Twee dagen geleden bestormden vooral jonge Irakezen, aanhangers van de invloedrijke Sjiïtische leider al-Sadr, de streng beveiligde groene zone in Bagdad. Daar bezetten zij het parlement en daar zitten ze nog steeds. Ze zijn boos over de nominatie van een nieuwe premier. Ja, Janine Hennis is VN-gezant in Irak. Goedemiddag, mevrouw Hennis. Goedemiddag. Ja, op beelden zien we mannen die luidruchtig door het parlement lopen, harde muziek draaien en zwaaien met Irakese vlaggen. Het klinkt bijna feestelijk. Hoe zou u de situatie in het parlement omschrijven? Nou, de situatie, het feit dat het parlement is ingenomen is gewoon geen goed nieuws. Hè. Ik bedoel, het is een instituut van de staat. Dat had niet mogelijk gebeuren, maar het is gebeurd. Wel zijn er allerlei instituties. At the roundabout, take the second exit. Het parlement wordt gegaan. Dus in die zin is de situatie rustig. En zijn er in Ossum, Irakees, buitengewoon net rustig in de wijze waarop ze zich uiten. Ja. Maar wat er gaande is, is een enorme machtsstrijd. En die is bepaald niet rustig. En dat is de spanning hier heel hoog op.
Ja, en bij de bestorming dit weekend vielen zeker 125 doden. Ja, hoe gespannen is die situatie? Gewonden. Sorry, excuus. Exit plan. Ja, inderdaad. Ik zat helemaal verkeerd. Ja. Om heel erg te ontsporen, maar veel geweld. Nu zijn er wel allerlei oproepen van de Syrische leiders om de rust te bewaren en vooral het protocol te houden. Maar wat je vanmiddag zag gebeuren, is dat er ook andere demonstraties op gang zijn gekomen aan de andere kant van de stad, weliswaar, maar wel dichtbij. En dat zijn dan de aanhangers van die andere leiders. En dat, ja, je ziet eigenlijk dat die stad toch te komen. Ja, en wat willen die mensen eigenlijk die nu al twee dagen in het parlement bivakeren? Ja, nou ja, kijk, op 50% van de Colombianen is het wel zo. Ze doen natuurlijk allemaal de juiste dingen: einde aan corruptie, publieke dienstverlening voor iedereen, dat soort zaken. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de aanhangers van de Assad die dat nastreven. Dat geldt voor heel veel bivakers die nog op gaan winnen dat het dan normaliseert. Dat wordt het gewoon niet te zijn voor iedereen. Michelle Nichols, Star Trek-luitenant Uhura, is op 89-jarige leeftijd overleden. Michelle groeide uit als een rolmodel voor Afro-Amerikaanse meisjes. Over deze bijzondere vrouw hoort u zo meer. Het spectaculaire schilderij van Breugel, de Toren van Babel, speelt nu de hoofdrol in een unieke tentoonstelling. Wonder dit iconische werk en duik in de wereld van de beesten. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Tickets via Hermitage.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen.
maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Go straight on. Helemaal uit de kant al deze gaan. Dus laten we checken. En je wilde
straight on. Dank. NPO Radio 1. Nieuws en Co. En dan gaan we nu stilstaan bij actrice Nichelle Nichols. Bekend van haar rol als luitenant Uhura uit de originele Star Trek televisieserie. Zij is op 89-jarige leeftijd overleden. En in de jaren 60 brak zij verschillende taboes, Nichols. Door als een van de eerste zwarte actrices in Star Trek te spelen. Een belangrijke primetime televisie. Connecting the bypass circuit now, sir. It should take another half hour. If it isn't done just right, I could blow the entire communication system. It's very delicate work, sir. I can think of no one better equipped to handle it, Miss Uhura. Please proceed. Ja, Pip Blocker van de Star Trek vereniging Flying Dutch. Ze heeft de rol van luitenant Uhura. Wat was dat voor rol? Ja, bijzonder rol. Zeker voor haar. Op de brug, ja, de commando, dus daar ze communiceerden tussen alle ruimteschepen. En ook binnen het schip was er oproepen gedaan moest worden. En dat was toch, ja, zeker een vrouw in haar positie, een zwarte vrouw. Ja, een bijzondere rol. In plaats van dat ze dus een huishoudster speelt of zoiets wat klassiek was, was dit een vooraanstaande, ja, tegelijkertijd rol op de brug. Ja, en keek jij toen de tijd ook al? Helaas, dat was toen niet geboren. Nee, ik heb geen, weet ik niet. Ja, het was dus inderdaad geen vanzelfsprekendheid, een zwarte vrouw in die rol. Was zij zich daarvan bewust eigenlijk?
Go straight on. Ik vermaak gewoon een beetje uit te lachen en een beetje lol te maken met ze. Dus ja, het is geen echte liefdeskunst dus waar we net de audio van hoorden. Nee, het is geen echte liefdeskunst. Het is echt meer een controle. Het was een straf. Ja, een straf eigenlijk. Ja. Ja. En wat denk jij, durven ze niet te kiezen voor een echte relatie om tussen deze twee karakters? Ja,
mensen die bang zijn voor wolven aanvallen. Maar u staat er eigenlijk heel, ja, hoe moet ik het zeggen, praktisch in. Ja, ik denk dat praktisch een goed woord is. Ik denk gewoon, ik blijf gewoon denken dat het beste wat wij praktisch voor onszelf kunnen doen als schapenhouders, is ervoor zorgen dat we ons vee beschermen tegen de wolven. Dat heeft u al gedaan. Ja, de nachtkraal staat onder stroom. Dus ze kunnen er overheen springen is niet echt een optie voor een wolf. Dat vind ik veel te spannend. En als ze in de weekendkassen staan of anderszins op een andere plek waar ze niet in een nachtkraal kunnen, dan staan ze in wolfwerende netten van 1,20 meter hoog met een best klokstroom erop. En die netten zetten we dan ook weer heel goed en heel stabiel. We zijn echt wel aan de voet in geworden. En ja, dat kost heel veel tijd en heel veel arbeid. Ja. En Colette, dit is Leontine. Dat zijn de Belgen. Go straight on. Straight on. I would be able to turn her lights if you want the camera or not. But at first I wasn't focused, so I was like, okay, makes sense.
Ja, dat zijn maar de zoeken herkent ze de oplichter wel, maar het blijft lastig. Internationale studenten zijn vaak slachtoffer van oplichting. Ze kennen de taal en woningmarkt niet. Ze kunnen niet komen naar bezichtigingen en zijn dus vooral open voor op zoek naar een woning. Universiteiten raden studenten daarvan aan niet naar Nederland te komen als ze geen woning hebben. Voor Lavinia neemt het goed af via een betrouwbaar bedrijf om zo mogelijk een kamer. Eerder dit uur hadden we het al over de bedreigingen die medisch personeel en wetenschappers ontvangen tijdens de coronapandemie. Het probleem is dat het in Nederland of Europa, de Amerikaanse nieuwsite Axios, publiceerde de resultaten van de enquête onder Amerikanen. Tijdens de pandemie vonden steeds meer mensen het gerechtvaardigd om mensen te bedreigen die het pandemiebeleid maken. Op het laatste meetpunt in de zomer van 2021 vond 1 op de 5 Amerikanen dat zulke bedreigingen oké zijn. 1. Een Australische senator van de Groenen kon haar afkeer van koningin Elizabeth II nog steeds het Australische staatshoofd niet verbergen tijdens haar aidsaflegging. Met gebalde vuist noemde Lydia Thorpe, een Aboriginal, de vorstin een kolonisator.
Libanon. En dat is een belangrijke stap voor Oekraïne, vertelt correspondent Kisia Hekster. Al die transporten die hebben maandenlang stilgelegen. En dat zijn natuurlijk ook allemaal inkomsten die het land misloopt. Het gaat om miljarden en miljarden die het land dus niet krijgt door de blokkade van de Zwarte Zee door de Russen. Toch hebben Oekraïne dus ook niet veel vertrouwen in de graandeal. Dit is dus echt het eerste hoopvol teken dat het eindelijk gelukt is met dat eerste schip. Maar tegelijkertijd zijn ze door eerdere ervaringen hier nog behoorlijk sceptisch geworden over wat het dus eigenlijk waard is. Daar is er al 26.000 ton voor getrokken, maar ja, er ligt nog tenminste 20 miljoen ton te wachten op transport. Politie gemeld. Het is een man van 22 uit Eindhoven, meldt Omroep Brabant. De fietsers raakten zwaar gewond. Claimbureaus hebben veel profijt van de drukte op vliegvelden. De bedrijven die namens reizigers geld eisen bij vliegmaatschappijen als een vlucht vertraagd of geannuleerd is, hebben veel meer klanten dan vorig jaar. Drie grote claimbureaus zeggen tegen Nieuwsuur dat ze sinds begin april voor meer dan 38 miljoen euro aan claims hebben aangenomen. De meeste gaan over KLM, Transavia, EasyJet en Ryanair. Als de luchtvaartmaatschappijen een claim goedkeuren, ontvangen de claimbureaus een deel daarvan, vaak 25%. Voor het eerst zijn wolven welpen gezien buiten de Veluwe. Op wildcamera's werden drie welpen gespot in de regio Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe. Ze zijn waarschijnlijk van twee volwassen wolven die daar ook zijn waargenomen. Maar waar de dieren precies komen is niet altijd goed te volgen, zegt dierenecoloog Dick Klees. We weten natuurlijk alleen van een wolf als hij gezien wordt of op camera komt of misschien een huisdier als een schaap pakt. En als hij daar stil zich goed gedraagt, dan weten we helemaal niet of die daar geweest is. Voor zover bekend zijn er nu drie wolvengezinnen in Nederland. Het weer vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Morgen is het vooral in het noorden bewolkt en daar kan ook wat regen vallen. In de rest van het land vrij zonnig en maximaal 29 graden. Wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg, Robert? Nou, er staat nog zo'n dikke 40 kilometer file, Nadia. En de meeste vertraging is er bij Eindhoven door het ongeluk op de A2. Vanuit Maastricht naar Den Bosch 7 kilometer file tussen knooppunt De Hoog en De West. Met zo'n 20 minuten vertraging, want er is maar één rijstrook open daar. Dan sluit ik ook file op de A50 vanuit Bosch naar Eindhoven van knooppunt Meijer. 5 kilometer met een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Die file staat daar omdat de A10 Zuid dicht is voor werkzaamheden. Tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. Op de A9 9 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als Kate en Pinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Naast Creon-kozijnen zijn er ook Creon-rolluiken. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Go straight on. Het is super chill bij Bonnet Plus. Tot 50% op de leukste bootspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, Woonexpress, de leukste woonwinkel van Nederland. NPO Radio 1. NOS NTR. Rusland is naar op zoek naar steenkool, zodat hij weer uit Rusland kan krijgen. Bij handelaren staat de telefoon rood voor niets.
straight on. Correspondent Charlotte Waaiers. Ja, vanuit Rusland komt geen steenkool meer. Waar komen de kolen dan nu vandaan? Nou, ze gaan er hier wel vanuit dat ze voldoende kolen uit andere landen kunnen halen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, China, Indonesië, Australië. Maar het zoeken naar andere kolen zorgt hier daar ook wel voor discussie. Want er zijn berichten dat in Duitsland Colombia gekeken heeft of daar meer gevonden kan worden uit een omstreden kolenmijn. Waar mensenrechten geschonden zouden worden, natuur beschadigd. Ja, dat is niet hoe je dat wil vervangen. Dus dat zorgt wel voor discussies. Maar los daarvan moet ik hier wel vanuit gaan dat het makkelijker is om van Russische kolen af te komen dan van Russisch gas. Waarom is dat? Is wel een flinke omslag. Nou, omdat van Russisch gas, bij kolen kun je importeren per schip. Dus daarom willen mensen zelf ook gewoon op hun rekening bezuinigen. Maar er zijn ook allerlei bezuinigings- en energiebesparingsplannen. Hè, van de verwarming in de airco lager zetten. Tot een verbod dat in de maak is voor het verwarmen van privé binnenzwembaden. Maar dat besparen alleen zal echt niet genoeg zijn om alle Russische energie te vervangen. Dus er zullen ook andere energiebronnen nodig zijn. Nou, ik zei het al, het is niet makkelijk zomaar om dat gas bijvoorbeeld te vervangen. Duitsland is wel bezig met zelf terminals maken waarmee ze vloeibaar gas naar binnen kunnen halen. Maar dat worden eerst een soort tijdelijke drijvende terminals in het noorden. Nou, die zouden deze winter al klaar moeten zijn, zodat dat daar binnen gehaald kan worden. Dat moet dan wel lukken, want ja, de winter is natuurlijk ook cruciaal. En een andere discussie die hier heel erg speelt is over kernenergie. Duitsland heeft lang geleden besloten om daar helemaal vanaf te gaan en het af te bouwen. En de laatste drie kerncentrales zouden eind dit jaar dan misschien iets langer doorgaan, maar ook dat is niet echt eenvoudig. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, dit is een moment om over te stappen op duurzame energie. Leeft die discussie? Ja, zeker. Nou ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, jaren geleden was een goed moment geweest om over te stappen op duurzame energie. Ja. En dat is ook iets wat de minister wel gezegd heeft, minister Habeck van Economische Zaken en Klimaat. Juist toen hij hier de noodplannen moest presenteren kort geleden, omdat het gas minder werd hier. Dat ze nu ook van de kolen af willen. Toen zei hij, deze crisis is het gevolg eigenlijk ook van het verzuimen van de laatste decennia. Duitsland heeft zich niet alleen te afhankelijk gemaakt van gas, dan helemaal van Russisch gas. Maar eigenlijk ook, zegt hij, te weinig geïnvesteerd in duurzame energie. Het is niet zo dat er niets is gebeurd. Er zijn wel gebeurd. Het is ook een groot speerpunt van de huidige regering. Dat hebben ze in het najaar misschien de regering de coalitie gevormd. Akkoord, dat 2% van al het grondgebied in Duitsland moet gebruikt worden voor windmolens. Maar daar zijn ze nog lang niet. Ze zitten nog op de helft. En het gaat langzaam en het gaat niet snel om dat allemaal te vervangen. Dus ja, ze zijn nog steeds afhankelijk van de fossiele energie. Ja, dank je. En dat ze nu meer met kolen bijvoorbeeld moeten gaan werken, ja, dat zorgt hier ook wel voor discussie. Moet de klimaatcrisis dan weer wachten? Ja, zorgt die korte termijn oplossing van vloeibaar gas binnenhalen en andere oplossingen, zorgt er niet voor dat er minder geïnvesteerd wordt in ja, langer termijn duurzame energie. Ja. Ik ga erover, dankjewel voor nu. Ik ga erover verder praten. Duitsland.